Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Veel mensen trouwen en die bereiden zich er ook goed op voor. Door bijvoorbeeld financieel in orde te zijn en een huis te hebben. En ook mentaal bereiden ze zich erop voor. Alleen weinig mensen bereiden zich religieus voor op het trouwen. Waardoor wij vaak zien dat er heel veel problemen ontstaan in het huwelijksleven van moslims. Dit terwijl wij moslims eigenlijk een heel groot pakket hebben aan adviezen, gegeven door niemand minder dan onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En om deze adviezen toegankelijk te maken voor iedereen, wil ik graag dit naar voren brengen in de vorm van een nieuwe serie inshallah. We hebben een heel prachtig boek dat 40 adviezen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verzameld omtrent het huwelijk. En het gaat dan vooral om hoe je een stabiel en aangenaam huwelijk kunt aangaan. Alle broeders en zusters en jongens en meisjes die graag willen gaan trouwen of die al getrouwd zijn, raad ik heel erg aan om mee te doen met deze nieuwe serie. Want in deze serie gaan wij ahadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam behandelen die ons leren hoe wij met bepaalde zaken omgaan in het huwelijk. En zodat wij ook veel van onze problemen in het huwelijk kunnen vermijden of kunnen oplossen. En het is ook belangrijk om te weten als moslim waar je aan toe bent en wat je eigenlijk moet doen en wat je niet moet doen. En daarnaast hebben wij ook in deze tijd heel veel andere bronnen die ons vertellen wat we wel en niet moeten doen in een huwelijk en hoe het eigenlijk moet zijn. Maar wat zegt de islam nou eigenlijk precies? Dat gaan wij allemaal bestuderen aan de hand van het nieuwe boek dat je kunt vinden in de link onder in deze video, wat je kunt downloaden via ons Telegram kanaal. Daar kun je tevens ook lid worden, zodat je ook alle updates krijgt over de ontwikkelingen op ons kanaal. En wij gaan daar ook inshallah een aantal quizvragen behandelen na iedere aflevering, waarmee jij je kennis kunt testen of je alles goed hebt begrepen of niet. Inshallah zullen wij 2 keer per week live gaan voor deze serie. De dagen en tijden vind je onder in de beschrijving van de video inshallah. Dus ik hoop jullie allemaal te kunnen verwelkomen. Download het boek en lees mee. Het is in het Arabisch, maar wij zullen inshallah alles samen lezen en daarna uitleggen en vertalen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.